Ja, is dat hier een hele emotionele familie, emotionele moeder? Nou, had je het zelf mogelijk gehouden dat dit zou lukken? Ja, je hoopt er natuurlijk altijd op en je droomt ervan en je werkt er hard voor. En ja, dat kan ook lukken dat uitbetaald wordt. Ja, dat is natuurlijk altijd een goed moment, een lekker gevoel. Ja, dat is fantastisch. Ja, toch zei je zelf, ik barst van het zelfvertrouwen, ik ben favoriet. Je bent pas 24, hoe kom je aan het zelfvertrouwen? Winnen. Ik heb dit jaar 4 toernooien gewonnen, 4 grote toernooien. En dan krijg je zelfvertrouwen. Ik sta nu ook nog weer in de wereld. En dat is het hoogst haalbare in dacht. En dan wil ik nou uitbreiden mijn prijzenkast. En ik ben goed op weg. Ja, ik hoor van mensen om je heen, ook van je moeder, die zegt, die wereldtitel is prachtig. Maar juist dat nummer 1 staan is misschien nog wel veel belangrijker. Deel je die mening? Ja, zeker. Weet je, het is veel teler. 16-voudig wereldkampioen is gewoon een fenomeen. En als je hem gewoon van zijn troon afstoot door je eigen harde werk en goede prestaties, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, ik kon voor elkaar gekregen. Je hebt alleen niet zelf uitgeschakeld? Nee, helaas niet. Maar ik heb afgelopen jaar in de 2-kwartfinale van de WTMooi gepakt. Play Championship en de Premier finale. Ik denk dat die ook tellen. Ja, ik was gisteren weer klein, maar daar woon jij. Ja, heb je enig idee wat jouw prestatie hebt losgemaakt? Ja, ik denk niet alleen daar, ik denk in heel Nederland. Ik denk, ik dacht dat het goede Nederland, er wordt heel veel gekeken, echt aan 7. En ik doe er ook natuurlijk een bijdrage mee. En daar geniet ik gewoon van. Het is gewoon alleen maar een stijgende lijn. Ja, je oogt zeer relaxed, hè? Ja, pas 24, dan kom je hier aan. Is het dan toch nog spannend? Ja, wat staat er te wachten? Of? Ja, natuurlijk is het spannend. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Het is ook mijn eerste keer. En ook ik krijg de bibbers, geloof me nou. Ja, je bent